Goedemiddag. Ik ga jullie vandaag proberen te vertellen wat het verband is tussen de wortel en de rest. Ik heb een verhaal waar we heel sterk in geloven bij ons en ik ga zo dadelijk vertellen wie we zijn. Een verhaal waarbij we vanuit gaan dat waar we vandaag staan op vlak van digitalisering van commerce, van retail, dat we nog maar aan het begin staan en ik ga ervan uit dat veel van jullie dat zullen onderschrijven. Maar dat de evolutie die nu bezig is en die te maken heeft met het digitaliseren van fresh in retail een versnellende factor zal zijn. Dus niet alleen de stroomversnelling en de uitdagingen die dat gaat stellen voor de spars onder ons, maar dat dat een sneeuwbaleffect gaat hebben op al de rest van online retail. En dat is de bedoeling om jullie dat duidelijk te maken, waar wij zo aan denken. Goed, even kijken, staat hij aan? Nu wel. Ikzelf ben Joop Coudron. Ik zit meer dan 20 jaar in het digitale vak. Vandaag al 6 jaar eigenlijk bezig met een adviesbedrijf dat bedrijven helpt met digitale strategie, maar eigenlijk voornamelijk met digitale transformatie, wat meer businessstrategie is vanuit de digitalisering van de wereld. Wij werken heel veel voor retail, maar we werken ook voor banken, voor andere bedrijven in tal van sectoren. Dat is een beetje wat we doen. Ik ga daar niet te veel woorden aan vuil maken. Als u wil, vindt u dat ongetwijfeld. En dan wil ik uiteraard graag praten. Dat gezegd zijnde, waarover gaat het? Het is een verhaal wat een stuk in ons boek beschreven staat. Het boek Digitale Transformatie, wat ondertussen 2 jaar oud is. Nieuwe versie in het Nederlands beschikbaar. Heel trots dat we het ondertussen al verkocht hebben in 40 landen. En waar wij... Eigenlijk is de hele kiem van dit verhaal is gelegd 5, 6, 7 jaar geleden, toen we begonnen te kijken, te analyseren hoe mediabedrijven veranderden. En hoe we ongeveer 3 jaar geleden, toen we werkten voor een aantal retailers zoals inderdaad Colruyt, maar ook Gamma en anderen, toen we zagen dat de patronen van transformatie ook begonnen stilaan toepassing te vinden in de retail. De retail is, in tegenstelling tot veel andere sectoren, heel snel beginnen schakelen. Als we kijken naar de muziekwereld, zelfs vandaag is er nog altijd inertie van, is dat digitale, kunnen we dan toch niet stoppen of kunnen we toch niet proberen de klok terug te draaien. In de media heeft het ongeveer 10 jaar geduurd voor ze de buis zagen hangen. In retail heeft het ongeveer 2 jaar geduurd. Van de eerste symptomen, denk aan de Zalando's van deze wereld en dergelijke, tot het feit dat het hele digitale transformatieverhaal hoog op de agenda is gekomen. Nu, de essentie van mijn verhaal gaat niet over specifiek dat digitale transformatie denken. Vandaag gaat het heel duidelijk over, we weten dat die transformatie bezig is. We weten dat dat een gigantische impact heeft hoe retail zich op moet organiseren en zowel in de fysieke als in de digitale wereld een positie moet innemen. Vandaar, ik heb het getweet, ik heb het ook net gezegd, ik ben onder de indruk van wat ik zie bij Spar, omdat inderdaad dat soort winkelbeleving, waar digitaal in de winkels kruipt om een sterkere beleving te creëren, met integratie via digitale kanalen naar buiten toe, een deel is van, waarschijnlijk een stap is, in de richting van oplossing voor retailers in het digitaal transformatieverhaal. Goed. Golven van digitale transformatie en disruptie. Dit is helemaal niet nieuw. 20 jaar geleden, toen de PC en het internet samenkwamen, hebben we de eerste golf gezien. En daar zat de muziekwereld zat daarin. 10 jaar geleden de tweede golf. Daar zat vastgoed in, daar zat de media in. Een golf die trouwens nog steeds niet uitgevoerd is. En sinds kort, wij zeggen vorig jaar, omdat het mooi is om telkens een schijf van 10 jaar te springen, maar sinds vorig jaar merken we dat de financiële wereld, healthcare en volgens ons, met stip op nummer 1, de retail, serieus de effecten ondervindt van digitalisering. We staan vandaag al heel ver. En dat ga ik proberen aan te tonen. Maar we gaan versnellen. En dat gaat volledig, zoals ik al zei, afhankelijk zijn van hoe de fresh food in die digitale wereld terechtkomt. Goed. De eerste generatie van e-commerce. Sommige mensen gaan misschien... Ja, ik kan inderdaad op het scherm, kan je niet met een laser stralen. De allereerste versie van Amazon. De eerste generatie van e-commerce, 20 jaar geleden, was er één waarbij de hele logistieke kwestie een zekere eenvoud had. Er werden producten gekozen die makkelijk te versturen waren, heel vaak lage waardeproducten, een boek was niet duur, maar je mocht daarmee gooien. En de logistiek daarachter was eenvoudig. En de eerste golf van producten waren ofwel dat soort producten, cd's, boeken en dat soort zaken, of waren virtuele producten. Waren zaken die je kon kopen, tickets, maar die je nooit moest echt versturen. Je kon die printen en je kon die dan, of het nu voor evenementen was of voor travel, je kon die dan later wel redeemen. Er was geen logistiek mee gemoeid.
op dat vlak. De eerste generatie. Hè. Zoals ik al zei, vaak lage waarde of lage complexiteit. Of hoge waarde en lage complexiteit. Een vrij makkelijke wereld. En in die wereld, in die tijd, was de idee dat e-commerce zich voornamelijk daartoe zou beperken. Trouwens, herinner u, voor de mensen die er toen al bij waren, ik loop al meer dan 20 jaar mee, maar de mensen die er toen bij waren, heel velen waren overtuigd dat e-commerce in België überhaupt niet zou lukken, omdat die nabijheid van elk winkelconcept wat we ons maar konden inbeelden zo groot was. In Australië, ja, daar natuurlijk. Of in de VS, ja. Maar wij moeten maar buiten stappen en de fiets nemen en naar de spa rijden en we hebben alles wat we nodig hebben. Blijkt ondertussen anders gelopen te zijn. Ook wij gaan mee in die hele digitalisering van retail. Goed. Het probleem was een beetje dat complexere producten, dat fragielere producten, in dat model op dat moment nog niet pasten. Hè. Met alle gevolgen van dien. Dat was die eerste golf. Ondertussen, oké, check. We masteren dat wel ongeveer. Sinds een aantal jaren, daar hebben de Zalando's en eigenlijk eerst de Zappos voor Zalando een belangrijke rol gespeeld, zitten we in een tweede golf, de tweede generatie. Waarbij we erin slagen om aan de ene kant de logistieke complexiteit een stuk op te voeren, maar dan waren we aan de andere kant, vanuit die gebruikerservaring waar andere sprekers al over gesproken hebben vandaag, vanuit die gebruikerservaring op zoek gaan naar een soort beter online retail concept. Voorbeelden daarbij zijn uiteraard alles wat we zien in die voorbereiding, in die customer journey, waar mensen inderdaad zich heel sterk informeren, waar alles wat met content te maken heeft, alles wat te maken heeft met vergelijkingsmachines, met recommendations, noem maar op, dat we proberen, en we zien dat in die hele nieuwe golf van waar de bol.coms en de Coolblues en de Zalando's een heel mooie metaforen hebben gemaakt, bruikbaar om die consument te helpen. In C is de logistiek niet complexer geworden, maar we zijn dichter op die gebruikerservaring gaan spelen. Wat er ook in zat, dat is dat, en de vorige spreker was een stukje kritisch over die waarde, of de break-even waarde, of meer dan liefst break-even, die een consument biedt, waar ik op zich niet kan tegen inbrengen. Maar anderzijds, een beetje afhankelijk van hoe je kijkt, Zappos heeft de wereld veranderd door de return policy te gebruiken als een marketing element. De return policy was de overtuigende kracht in marketing om die consument producten te laten kopen waarvan wij allemaal overtuigd waren dat we ze nooit, ever, online zouden kopen. Namelijk schoenen. Want schoenen moet je passen. Dit zijn van die redeneringen die half kloppen. Een schoen moet je passen, passen is in de winkel. Okay. Een schoen moet je passen, klopt, passen in de winkel klopt niet. En dat heeft Zappos bewezen. Nu zou je kunnen zeggen, als je puur vanuit een kostperspectief daarnaar kijkt, dan hebben ze gelijk. Ja, ik wil zeggen, dat is een kost. 4 dozen laten komen, 3 terugsturen. Als je het vanuit een marketingperspectief bekijkt, dan wordt het een heel andere soort kost op dat moment. En dat is de evolutie die we ook in die fase hebben gezien. Dat we allemaal weten, het hoort een deel bij die verleiding van de klant. Het hoort ook bij die customer care. Het hoort bij die servicekant van de klant. Heeft dat een kost? Ja. Maar marketing heeft ook een kost. En als je het als marketing beschouwt, kan je dat onder die rubriek gaan duwen. Complexere problemen nog altijd aan de gebruikerskant. Passen bijvoorbeeld, in het verlengstuk daarvan, maar we zien ook nieuwe businessmodellen ontstaan. Zaken zoals Suitcase en zoveel andere. Waarbij het product op zich niet meer centraal staat, waarbij zelfs het winkelconcept niet centraal staat, maar waarbij een oplossing centraal staat. Ik, man, koop niet graag, laat me dan dingen thuis toegestuurd krijgen, ik zal ze passen en wat mij niet aanstaat, stuur ik terug. En dat is eigenlijk een oplossing, veel meer dan een specifiek product. En waarbij uiteraard ook nog steeds dat verlengstuk van wat Zappos dan geïntroduceerd heeft, pas maar thuis en stuur direct de rest maar terug. Of dat op lange termijn efficiënt zal blijken te zijn, is maar de vraag. Maar weet dat al diegenen die vandaag geen winst maken of flirten met break-even, dat niet is noodzakelijkerwijs omdat ze niet in slagen om die winst te maken, maar omdat ze een heel belangrijke, duidelijke, strategische keuze hebben gemaakt om alle geld te investeren in world dominance. Als Amazon geen winst maakt, dan is het omdat zij als Amazon wereldwijd die markt willen domineren. Niet omdat ze geen winst kunnen maken. Wat we ook gezien hebben, nog iets wat we nooit online zouden verkopen, was kleding. Wat we heel goed verkopen ondertussen online. Ook dat heeft een extra uitdaging in dat logistiek element van retail gestopt. Plots moesten we delicater omspringen met fragielere producten.
Met kleding kan je nog altijd gooien, maar als je een zak open doet en die komt van een van onze Belgische kleding retailers en alles wat erin zit, zit verfrommeld in die zak, dan krijg je ook weer klachten. Dus we gaan ook dat moesten we opschalen en dat is ook opgeschaald. So far, so good. Laatste stap daarin, logistiek gaan we efficiënter werken. U weet ongetwijfeld, dit is wat Amazon zelf heeft gebouwd. Amazon heeft in de logistiek een beetje de logica omgekeerd. In plaats van dat mensen gaan pikken, blijven mensen stilstaan. En de bots rijden onder de rekken, zetten zich een beetje recht en rijden het rek naar de mens die er iets uitpakt. En het rek rijdt terug weg. Geniale technologie om procesmatig naar optimalisatie te gaan, naar hogere rendementen aan die kant. Ook alweer waar we vandaag staan. Maar nu komen we op het punt van die derde sprong, die derde generatie. En dit is sowieso aan het gebeuren. Alleen veel mensen bekijken het geïsoleerd. Inderdaad, ook voeding gaat nu naar e-commerce. Ook verse voeding gaat naar e-commerce. Dus dat deel van de markt gaat veranderen. Dat klopt, maar het gaat veel meer veranderen dan alleen de fresh food als onderdeel van retail. Ik leg uit. Ik kan deze slide gebruiken. Er zijn zoveel andere die nieuwe spelers aanduiden. Veel mensen, uiteraard kennen we allemaal HelloFresh, uiteraard kennen we een aantal van die concepten, maar weinig mensen kennen bijvoorbeeld Amazon Fresh. Amazon Fresh, wat ondertussen al een aantal jaar in tientallen Amerikaanse steden een beetje de virtuele Spar, brengt alles wat Spar verkoopt ook bij u thuis, zit ook ondertussen in Frankrijk sinds vorig jaar, zit in Engeland sinds vorig jaar, brengt op 40 minuten tijd uw verse groenten of uw biefstukje bij u thuis op 40 minuten tijd. Het kan een beetje langer zijn, een beetje korter. Amazon, u weet wel, die mannen van die boeken en die cd's. En er zijn veel meer spelers dan Amazon. En er zijn veel nieuwe formules die ontstaan op verschillende plaatsen in de waardeketen. En dat kan te maken hebben met, we boxen dingen, steken daar een receptje bij, HelloFresh. Het kan te maken hebben met Last Mile, Instacart. Er zijn tientallen spelers in wat ondertussen foodtech wordt genoemd, zoals de fintech. Innovators die dat deel van de waardeketen aanpakken en compleet innoveren. Dit gebeurt nu. De impact op de complexiteit is gigantisch. Het eerste waar u moet rekening mee houden als u iets met voeding doet, is de koude keten. U wil niet dat iets in de woestijn 3 uur stilstaat en dat u dat nog vers opeet nadien als de koelinstallatie niet werkt. De koude keten, zeker voor producten die over de hele wereld verscheept worden, is een gigantische uitdaging. Maar er zijn spelers die die koude keten perfect beheersen. Alleen niet noodzakelijk in die last mile. Wil Amazon en willen de anderen dit fixen, dan moet dat end-to-end doorgetrokken worden met een beveiliging, zoals de klassieke retailers dat kunnen bieden aan hun klanten. Een gigantisch logistiek probleem. Maar ze lossen het op. Het wordt op dit moment vastgepakt. We weten allemaal, het is een mooi, lelijk plaatje erin gestopt om de complexiteit van de waardeketen van food aan te duiden. Het is een heel complex gegeven op zich. Veel complexer dan andere producten die vandaag al een stuk gemeengoed geworden zijn in de retail. Snelheid. Als we gaan kijken naar de proposities, voor de mensen die in Barcelona proberen een Uber te bestellen, die gaan merken dat vanaf de middag lunchtijd, dus 1:30 in Barcelona ongeveer, dat u geen wagens kan bestellen, maar eten. U staat op een plek, u drukt op een knop en dan ziet u, op 6 minuten heeft u een gourmetburger van dat restaurant en op 7 minuten heeft u sushi en op 12 minuten heeft u dat. En dat komt uit de lokale restaurants uit de buurt, wordt dat via fietscouriers in dit geval, want Uber in Barcelona zijn geen wagens, maar fietsen, wordt bij u gebracht waar u ook staat, op een gezellig bankje aan het water of op uw hotelkamer als u dat nodig heeft. Allemaal een kwartier, een half uur, een uur. Dat is de norm als u zegt, ik wil nu eten. Als ik nu wil eten, is het ongeveer nu. Niet binnen 48 uur. Om dan een mail te krijgen, sorry, het zal binnen 3 weken zijn. Zoals we weten dat dat gebeurt in de klassieke retail. Dat is dit, reliability. Vrijdag, ik heb mijn recept gekeken. Ik heb gevonden wat ik wil en ik ga morgen koken voor mijn vrienden. Om dan voor zaterdagochtend een mail te krijgen van nee, onze koerier komt niet, maar je zal 2 tot 3 weken moeten wachten. Het spijt ons, want we perfect aanvaarden ondertussen van de andere retailers, zal niet meer pakken. Bestellen is gegarandeerd leveren. Misschien steekt u iets als vervangproduct in die doos, maar u zal moeten leveren als u in fresh food retail succesvol wil zijn. Het mag ook niet fout gaan. Als wij kopen, zit er af en toe wel eens een rotte tomat in die verpakking, dat gebeurt. Met een aardbeien met een beetje schimmel op, dat gebeurt. Maar als dat dan gebeurt bij HelloFresh, staan iedereen op zijn achterste poten.
dan komt het in de media. De kwaliteit van de voeding, als u voeding bestelt en u laat het thuis leveren en u krijgt verpakkingen van producten die normaal maanden goed zouden kunnen zijn en die vervallen volgende week, dan bent u boos. Als u dat in de winkel zelf genomen hebt, dan heeft u niet goed achteraan in het rek genomen. Het is een beetje uw eigen verantwoordelijkheid. Ook daar terug, de kwaliteitsnormen die wij verwachten gaan omhoog. Ook daar terug. Nieuwe businessmodellen ontstaan. HelloFresh is een nieuw businessmodel. Een abonnement op eten. Een abonnement op creativiteit. Een abonnement op inspiratie. En een abonnement op het vermijden van food waste. Fantastisch concept. Schaalbaar, we zullen wel zien. Duurzaam, we zullen wel zien. Ooit rendabel, we zullen wel zien. Maar een fantastisch concept. Dus die nieuwe wereld laat ook toe om nieuwe spelers te laten nadenken over nieuwe businessmodellen. Over nieuwe proposities die niet gewoon een digitaal vertalen zijn van wij hebben alles in de winkel en nu hebben we alles online. Misschien hebben we niet alles, hebben we bepaalde dingen, maar we hebben ze wel extreem goed. Aan een goede waarde. Nieuwe businessmodellen. Ook door nieuwe spelers. Veel van de spelers die op plaatjes zoals dit staan, die je ook van het internet kan halen, dat zijn bedrijven waar wij ofwel tot op vandaag nog nooit van gehoord hebben, of waar we tot enkele jaren geleden niet van gehoord hadden, of waar wij wel van gehoord hadden, maar we dachten dan dat ze boeken verkochten. Of cd's. Of iets anders. En niet dat ze in die sector zaten. Dus een hele reeks van nieuwe spelers zit in die markt. Vandaar dat het af en toe leuk is om te horen dat klassieke retailers, eerst was het Albert Heijn met een kopie van HelloFresh, Colruyt Groep heeft nu ook zoiets op studenten gericht. Geniaal model. Dish, we moeten maar eens opzoeken. Mooi om te zien dat ook klassieke merken naar nieuwe businessmodellen kijken. Want het zal absoluut noodzakelijk zijn. Goed. Grote uitdaging in dat hele logistieke verhaal, naast die klassieke logistieke problematiek van food, is die last mile. En ook daar zien we innovaties waar vele klassieke denkers zich op vastrijden. Ja, maar wacht even. Als wij dus eten in die kamionet van DPD moeten steken naast die NTV van den Borre en, weet ik veel, die iPhone-hoesjes van Coolblue, ja, maar misschien komt het niet via die kamionet van DPD. Misschien wordt het door uw buren thuis gebracht omdat zij in een soort community-model met Colruyt zitten die klanten oproepen om verse producten in een speciaal gekoelde box tot bij u thuis te brengen. Misschien is het Bubble Post, misschien is het gelijk wie die zegt van wij kunnen op een andere manier misschien de last mile code kraken. Alweer 9 van de 10 initiatieven die we gaan zien gaan niet lukken. Maar 1 van de 10 will crack the code. En 1 van de 10 zal een alternatief, veel goedkoper, betrouwbaar model opzetten om nu, gelijk welk moment van de dag, op een half uur thuis iets te leveren. Op een half uur tijd iets thuis te leveren. Kent u dit? Een mooie kleine ding. Dit is van de oprichters van Skype. Die ondertussen al heel veel geld, honderden miljoenen, hebben geïnvesteerd in rijdende drones in plaats van vliegende drones. Want die vliegende drones zijn wel fantastisch, maar als die uit de lucht vallen. Die rijdende drones kunnen 10 kilo vervoeren, rijden in de periferie van de stad van een vrachtwagen, rijden volledig autonoom naar uw adres. En enkel u kan die doos open doen, een gekoelde doos, en daar zitten dan spullen in tot 10 kilo. Dit is waar zij nu aan het werken zijn. Binnen 2, 3, 4 jaar gaan we steden zien waarin deze dingen rondrijden. En eFoodbox, ik weet niet of u dat kent. Kent u? Is iemand die het kent? Jullie moeten dit kennen. Dit is Belgisch. Dit is Belgisch. Peter Somers heeft erin geïnvesteerd. Peter Somers is de Bibo's-man. Dat is de man van Springpak nu. Dit zijn dozen die tot 24 uur goederen koel houden op 4 graden. Zonder enige technologie. Puur door de eigenschappen van de doos. Stap na stap kleine oplossingen om die complexiteit van de waardeketen te kraken. U vraagt zich nu af, gebeurt dit echt? Ja, het gebeurt echt. Wij doen onderzoek naar fresh food retail en hoe dat virtualiseert en digitaliseert. En wij zien tientallen spelers, groot en klein, in binnenland, vooral in buitenland, die pionieren met bepaalde delen van de waardeketen. Maar er is een andere speler die het verschil zal maken. We zijn hier naast aan het kruisen. Een andere speler die het verschil gaat maken, en we hebben hem al een aantal keer genoemd. Dat is deze speler, Amazon. Herinner u, er was een tijd toen Amazon alleen boeken verkocht, maar er was een tijd toen Amazon een ander probleem had op te lossen, namelijk hoe kan je een gigantische online retailer zijn, dat technologisch kunnen schalen en maken dat je altijd beschikbaar bent. Zij hebben hun eigen technologie gebouwd, hun eigen computers, hun eigen serverfarms gebouwd. En na een tijd was er een slimme man, ik weet niet wie het was, misschien was het Vogel van de CTO of de CIO,
die zei, misschien kunnen we die expertise en die technologie die we hebben beginnen verhuren aan anderen die ook computerpower nodig hebben. En de cloud was geboren. De cloud, de Amazon cloud is er één van, ondertussen zijn er vele. Zonder de cloud van Amazon of de andere is 9 van de 10 innovaties waar u vandaag gebruik van maakt, Amazon uiteraard, maar ook Netflix en Dropbox en zoveel andere, zouden niet bestaan hebben. Zij hebben de technologie gevirtualiseerd in de cloud gestopt, waardoor elke start-up kon zeggen, we beginnen en we schalen gelijk gek op het moment dat we van 1 naar 100.000 naar 100 miljoen gebruikers gaan. Dat was een game changer in de technologiewereld. Alweer 9 van de 10 start-ups die wereldwijd bekend geworden zijn, zouden het niet gehaald hebben zonder de cloud. En nu vraagt u zich af, waarom vertelt hij het nu? Want het gaat toch over fresh food. Wel, stel u dit eens voor. Stel u eens voor dat Amazon verse producten begint te verkopen. Wel, dat treft, dat doen ze ondertussen. Al jaren. Alleen hadden we het niet zien afkomen. 1. 2. Stel u voor dat om dat te kunnen realiseren, Amazon de eigen logistieke waardeketen bouwt om dit te kunnen doen. Die distributiecentra, logistieke centra, heel de vloten van vrachtwagens, kleintjes, speciaal aangepast om dit te doen. Stel u voor dat ze dat zouden doen. Wel, dat treft, want dat hebben ze ondertussen al gedaan. Stel u voor dat ze nu zouden nadenken over kunnen we die capaciteit, want als we die wereldwijd moeten uitrollen, dat is ook voor Amazon, het is ook niet te verwonderen dat ze geen winst maken dan, ook voor Amazon een huzarenstukje, want de cloud uitrollen, dat is virtueel. Maar een land waarin je zegt, gelijk wie, of in, al was het in bepaalde regio's die nu zijn tomaatjes besteld, krijgt ze ook binnen een uur thuis geleverd, dat is fysiek. Als ze het voor zichzelf bouwen, wat als ze het opengooien? Wat als zij de fresh food cloud maken? Van technologie, van logistiek, van distributie, van koeling, alles bij elkaar. En elke klassieke speler, groot en klein, kan daar gebruik van maken. Stel u voor dat dezelfde parallel als wat we gezien hebben in die digitale wereld ook hier toepasbaar is. Dan krijgen we een explosie. En u kan het niet lezen, en dat heb ik bewust gedaan, van honderden, van duizenden start-ups die zeggen, ja, maar wacht eens even, gewoon een goed idee en een goed businessmodel is genoeg, want Amazon zorgt voor de rest. Dit, dames en heren, gebeurt as we speak. Amazon heeft 7 Boeings gekocht. 7 Boeings. Je weet wel, dingen die vliegen, grote. Ze hebben ze niet gekocht, het is leasing, maar bon, dat klinkt beter. Amazon bouwt heel dit verhaal vandaag zelf. Ook naar fresh food. Goed, ik kom naar het einde van mijn verhaal toe. Als we binnen dit en 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar, niemand weet hoe snel dit gaat, maar het gaat snel. Als wij ondertussen als klant gewoon zijn dat al was het maar een deel van onze fresh food niet meer elke zaterdag trouw opgepikt wordt in onze respectievelijke Colruyt, Carrefour of De Leys of Spar, maar thuis geleverd wordt, het zij in een breed businessmodel, ik koop nog altijd gewoon mijn shoppinglijstje, of in een niche model, ze maken het voor mij HelloFresh gewijs in een doosje met een recept bij, maar stel dat dat gebeurt, stel dat wij er kunnen van op aan gaan dat als we iets bestellen het ook toekomt. Stel dat we kunnen zeggen dat het tussen 7 en 8 vanavond moet, want we laten die tomaten niet op het werk leveren. Die een boek al een limiet, maar die tomaten niet. Als dat de new normal wordt, dan gaan wij als consument dit ook allemaal verwachten van alle andere retailers. Dus we dachten dat we op ons gemak waren, want ondertussen shippen we de producten min of meer onbeschadigd. We shippen ze min of meer binnen 24 tot 48 uur. We dachten dat oké was, maar het is niet oké. Dat is een standstill voor nu. Torfs doet het niet beter, maar ook niet slechter dan Zalando in het naar huis sturen van schoenen. Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. Het zal nu accelereren. Hierdoor, de komende 5 jaar, gaat het accelereren aan een ongeziene snelheid. Goed. Ik ga naar het eind van mijn verhaal toe. Ik praat veel. Meestal ook snel. Ik denk dat het nu meevalt. Maar nog te snel waarschijnlijk. En ik ben niet alleen. We hebben veel andere mensen die praten over transformatie, disruptie. Wat we nu merken, dat is dat het verder gaat dan praten. Toen wij 3 jaar geleden de eerste strategische oefeningen deden, ook voor retailers, ook voor mediabedrijven, dan was het inderdaad een theoretisch verhaal. Vertel ons eens hoe de toekomst binnen 7 jaar zou kunnen uitzien van retail. Veel of van media, of van de bankaire wereld. Veel van die dingen komen geleidelijk aan uit. Als we die oefeningen vandaag doen, dan wordt ons gevraagd van, de story alleen is niet voldoende. Hoe schieten we nu in gang?
ga één slide laten zien en daar staat veel op. Ik ga zeker niet alles vertellen wat erop staat. Maar digitale transformatie is een journey. Digitale transformatie is niet, we hebben het licht gezien, we zijn naar Silicon Valley geweest op een van de fameuze trips, of wij zijn hier vandaag komen luisteren en er is onze frang is gevallen. Goed, begin. Maar er komt zoveel bij kijken om dit in de realiteit te implementeren. Uiteraard een strategisch kader. Uiteraard inzicht in wat er nu gebeurt en een toekomstvisie. Uiteraard een roadmap en een actieplan. Maar een van de fundamentele zaken die heel vaak ontbreekt is digitaal leiderschap. De mensen die uw bedrijf leiden zijn uw digitale leiders in de ideale wereld. Digitale leiders zijn geen techneuten die je aanwerft, die je dan in de rand van je bedrijf een aantal avontuurlijke dingen laat doen. Jeff Bezos is een digitale leider. Toevallig het leider van een retailbedrijf in de digitale wereld. Dat zijn digitale leiders. Businessmensen die de toekomst van de business zien in de digitale wereld. Dat identificeren in uw organisatie, dat kweken in uw organisatie, laten doordringen doorheen de organisatie is fundamenteel. Dat wil zeggen, als het SPAR-experiment wil lukken, dat alle mensen die daar werken moeten doordrongen zijn van de kracht van die schermen in de winkels. Van het naar huis sturen van recepten vanuit de winkels. Als er ene zaakvoerder zit, zijn dat zelfs van de geloof. Als er ene is die zegt van, is uw digitaal leiderschap om zeep, dan blijft het een concept. Je moet meegaan. Iedereen moet daarin meegaan. Van boven tot helemaal beneden. Tweede laag is dat uw kanalen veranderen. Het goede nieuws is, een sterk fysiek kanaal wat digitaal omarmt en binnenbrengt, is een heel sterke verdedigingslinie tegen de puur virtuele kanalen. Maar een sterk fysiek kanaal, ook in een nieuw format, met een slecht digitaal kanaal naast, gaat het niet halen. De mix van het gebruik van alle kanalen om die customer engagement, die customer relationship. Dat hebben we met die Samsungs, ik heb ook geen thuis. Heeft er iemand een afstandsbediening mee? Nee. Bon, is niet erg, ik heb nog 40 seconden vanaf nu. En uiteraard is er ook technologie, uw platform. Maar heel belangrijk, want wat ik gezien heb van SPAR vind ik fantastisch, maar is een klassiek businessmodel. Vanuit een soort klassieke engineering opgezet. Met een klassieke businessmodel logica. Veel van de echte innovaties, Dish bijvoorbeeld, is een apart businessmodel. Dat is een start-up. Met een start-up business logica. Ik ken de rationale er niet achter. Ik ben er zeker van dat de spreadsheet die gemaakt is voor Dish er anders uitzag dan de spreadsheet die gemaakt is voor het herwerken van de SPAR-winkels. Dat zijn andere studenten, effectief. 4 seconden. Yes, voilà. Dat was mijn verhaal. Dat was ook mijn laatste slide. Hoe weten ze het eigenlijk? Hebben jullie een afstandsbediening voor de volgende? Nee? Ik weet niet wie de volgende is, maar die heeft pech. Ja, zo gaat dat dus niet Samsung. Sorry. Mensen van Samsung in de zaal trouwens? Nee. Dank u wel voor uw aandacht. Als er vragen zijn? Nee? Jullie zijn een heel stil publiek. Het ligt dus niet aan de sprekers. Goed, dank u wel. Ja, volgende. Ja, we zijn gelukkig geweest. Misschien dat ik het wacht. Is dat een